Vanochtend rond half twaalf was hij de allerlaatste die via de eenhoornsluis de grachtengordel opkwam. Daarna was het echt klaar. We hebben in Amsterdam de ijsnota. En die geeft aan dat als er uh, ijs, ijsvorming start op de grachten. en uh, nachtvors voorspeld is. dan gaan we het uh, vaarverkeer stremmen om ijsvorming maximaal mogelijk te maken. En dat gaat zo. In de eerste fase worden de rode routes afgesloten voor vaarverkeer. zoals nu het geval is. Het gaat om grachten in het centrum en west. Houdt de Vorst nog vijf nachten aan, dan treedt fase 2 in werking en worden ook de paarse routes afgesloten. Rondvaartboten zullen niet blij zijn hiermee. Nou, ik denk dat die het ook fantastisch vinden als uh, die mooie plaatjes schaatsen de Amsterdammers. Dus ik denk dat zij daar ook alleen maar enthousiast over zijn. Ze kunnen daar ook rekening mee houden. Toeristen kunnen op andere plekken gewoon varen. De kans om de ijzers op de gracht te zetten neemt dus toe. Maar alle maatregelen willen nog niet zeggen dat er al meteen geschaats kan worden op Amsterdams natuurreis. Durft u zich al aan een voorspelling te wagen? Nou, ik ben een optimist, dus ik hoop echt dat er geschaad gaat worden. Dus, uh, u heeft ze al klaarstaan? Ik heb ze altijd klaarstaan.